dit opstropen? Mijn allereerste kookboek was Kees Helder. En nu ja, dat hij je vraagt voor die club is fantastisch. Dit is de eerste lesje die je moet aankleden. Thijs is een geweldige jongen. Ik denk dat we heel veel van die jongen gaan horen en in de toekomst. Dus het heeft tijd nodig, maar het komt allemaal. Daarom is het Thijs. 3/4 jaar geleden denk ik dat de eerste keer de vraag van Jos. Maar toen kreeg ik ook in één keer de vraag van Edwin. En Sunil, die spreek ik wekelijks. Nu mag ik erbij horen. Ik denk dat het in onze concept gewoon zo iemand gewoon geweldig in past. Om vrienden te zijn. Kijk, het is best een eenzaam vak eigenlijk. Ja, je ziet wel allemaal gasten, maar nooit bij mensen met wie je het vak kunt praten. Over het koken kunt praten, over eten, over producten, over waar je spullen kunt kopen. En lekker eten en lekker drinken met elkaar. En lekker plezier maken, lachen. Ik heb een langoustine gedaan, Noordzee langoustine. We hebben een geleitje van bloedsinaasappel. Ja, is het heel lekker licht, fris. Ik hou van lekkere, lichte, frisse dingetjes. Een van mijn favoriete gerechtjes. Het hoofdgerecht was van Jos, van perceel, was top. Echt heel erg goed. Wangetje, een stukje lever en wat truffel, saus. Echt supergoed. Dat voor 250 couverts is knap hoor. Ik heb het derde gerecht in het menu gedaan. Kokante zeezerik met een puree van champignon. Een beetje aangekleurd met peterselie. Daarboven zat een gebrand appeltje. Ja, wat een f**k happen. Dus we hebben een prachtige diner neergezet natuurlijk, met mooie hapjes. We zijn 22 chefs die een vriendschap vormen. En daar gaat het om, hè? Die vriendschap, dat is belangrijk. Het doel van het verhaal is gewoon om hier op deze pas, in deze keuken, gewoon een supermooie gerecht te maken. Weet je, bij elkaar zijn, dan word je vrienden. Op via WhatsApp en dingen, dat is allemaal leuk. En natuurlijk onderhouden we en zijn we met elkaar bezig en spreken we elkaar natuurlijk vaker op de WhatsApp als in het echte leven. Maar je hebt wel het echte leven nodig om het contact te kunnen hebben op WhatsApp. Het is, ik denk dat je het meer de vriendenclub moet noemen. Dus veel vrienden die in het vak zitten en voor mij veel mentoren. Ik kan heel veel leren van iedereen die erbij zit. En dus mijn doel daar om erbij te komen is om te groeien in persoon en als zaak. En als ik vragen heb, dat ik dat bij hun kan stellen en dat ik beter kan worden daarin. En het leuk kan hebben met hun, ook belangrijk. Ik moet de saus doen, dus ik ga er vandoor.